Mirte van der Meer zit aan tafel. En daar ben ik natuurlijk sowieso blij om, dat je hier bent. Maar ik ben ook wel blij omdat je met een boek bent gekomen dat een hele andere sfeer heeft dan waar je wel eens vaker voor aan tafel hebt gezeten. Ja, ongeveer net zo absurdistisch als het vorige onderwerp. Ja. Dit gaat namelijk over het houden van mannen. Een veldgids voor de praktijk. Ja. Ben jij een mannenhouster eigenlijk? Ja, ik heb er één. Ja? Ja. En heb je die al lang? Ja, ik dacht 10 jaar, maar bleek hij is beter in rekenen. Het blijkt bijna 11 jaar te zijn. Oké, dus op zich ben jij een goede mannenhouster? Blijkbaar wel, ja. Of hij houdt het gewoon erg goed met mij uit. Dat kan ook. Ja. Wat is het idee van dit boek eigenlijk? Nou ja, het is ontstaan omdat ik ook heel veel van dieren hou. En ik heb een enorme boekenkast met zo'n 300 dierenboeken. Ja. En die was ik weer eens keer aan het ordenen. Dan heb je het houden van paarden, veel paarden. Het houden van honden, katten, kippen. Dan dacht ik, het houden van mannen, dit is de briljantste titel aller tijden. Hier moet een boek over geschreven worden. Nou ja, dat deed niemand. Dus dan doe ik het maar. Ja, oké. Je houdt van dieren en mannen zijn ook een soort dieren. Dat kun je best zien, want zo behandel je ze ook een beetje toch? Of in ieder geval zo benader je ze. Van hoe kom je eraan en hoe kun je ze huisvesten? Wat moeten ze voeden? Ja, elk dierenboek. Elk dierenboek is opgebouwd met een hoofdstuk over voeding, verzorging, huisvesting, voortplanting, training. Zindelijkheid. Het geeft zichzelf. Uitlaten. Alles eten, vooral gericht op de hoeveelheid. Kan soms wat kieskeurig zijn, maar intensievere participatie in het bereidingsproces lost dit probleem vaak op. Bijvoorbeeld. Als je vraagt, help je mee te koken? Nee, het is goed zo, schat. Huisvesting komt het best tot zijn recht als hij de ruimte heeft, maar ook geschikt voor een kleiner woonoppervlak, mits de man voldoende alternatieve vormen van beweging geboden wordt. Mogelijk onder enige vorm van dwang. Ja, als je kijkt naar obesiteit, meer dan 50%, dan is enige dwang, positieve dwang, kan nooit kwaad. Ja, ik moest ook. Vacht beperkt zich tot bepaalde delen van het lichaam, over het algemeen kort. De vachtkleur beperkt zich tot bruin, rood, geel en zwart. Een bonte of gestippelde vacht komt bij de man niet voor. Ja, daar kom je dan opeens op. Dan denk je, ik heb ook de hondenencyclopedie. En dat is zo leuk, zoveel variatie. En dan heb je het houden van mannen. We zijn maar saai. Korte hoofdstukken. Maar wat vindt jouw vriend ervan, waar je al 11 jaar mee bent? Nou ja, we hadden dus toevallig afgelopen maandag voor het eerst samen een interview in de Telegraaf. En de eerste vraag was, wat vind jij daar nou van als man? Dat ik heb het interview gelezen. Wat geweldig. Toen zei jij, hou je mond, je vreet er ook. Nou, ik was wel benieuwd, want ik had die vraag niet heel expliciet gesteld. Dus dan krijg je een antwoord, daar ben ik altijd wel benieuwd naar. Mijn vriend zijn antwoord was, ja, ik heb het gelezen en ik kon ook zien wat er grappig bedoeld was. Maar ik moest er niet echt om lachen. Toen dacht ik, echt waar, dit is echt wat jij nu zegt. Een vrouw zou hebben gezegd, ik heb het gelezen, het is leuk, maar ik ben volgens mij niet de doelgroep. Nou, dus daar ging de helft van het interview over. Ja, want je bedoelt dat in die zin mannen iets botter zijn dan vrouwen? Wat directer misschien, wat minder inlevingsvermogen voor de andere partij. Een van de meeste. Wel overzichtelijker, vind ik. Ja. Het is heel overzichtelijk. En op zich misschien te veel herkennen. Kennen jullie het een beetje, jongen? Nee, maar Daan, dat hij daar een beetje zo van, ik kan er niet om lachen. Omdat hij dacht, het is een beetje gek opgeschreven. Maar ze heeft wel gelijk. Maar is jouw conclusie ook vrij laten, toch? Nou, ik vind het heel grappig, want ik heb dus het houden van mannen. Ik ben weer vrij. Ja. Hokje open. Breng me naar het asiel. Ik ben dat dit mijn nieuwe boek was. Ik was benieuwd naar de redacties. En dan krijg je inderdaad reacties van, dit boek moet verboden worden. Dit kan echt niet. Nou, dan denk ik, wat doe je dan met boeken die oproepen tot volkerenmoord? Plak je daar dan kauwgom in of zo? Wat, als je dit moet verbieden? Vonden mensen dat je dit moest verbieden? Ja. Wie dan? Ik weet geen naam. Vriend. Nou, dat ging nog net niet. Zijn jullie bank? Is er een bankhanger hier eigenlijk? Nee. Niemand? Ja, ik. Jij bent een bankhanger. Wie het bankhangen af wil leren, zou een systeem van beloningen op kunnen zetten waarbij de man iets lekkers krijgt zodra hij opstaat. Maar dit is in feite slechts symptoombestrijding. Het is om die bank weg te halen. Ja. De keuken heel dichtbij plaatsen. Niet te gemakkelijk maken. Als alles binnen handbereik is, waarom zou je ooit nog opstaan? Ik zit overigens, want als je gedrag wil veranderen, dan gaat dat natuurlijk vaak met belonen en straffen. Als je wil corrigeren. Ja. Geloven we daarin eigenlijk? Oh, ik ben zelf een paardentrainer, dus ik geloof dat je dieren kunt trainen. Dus dan schrijf je het houden van mannen en dan moet dat hoofdstuk erin. Ik denk dat je vooral moet afvragen als partner, niet eens als vrouw, maar als partner van een man. Als er iets is dat je wilt veranderen, is die wens dan ook zo serieus dat jij daar een probleem van wilt maken? Want stel je zegt, die sokken die steeds naast de wasmand belanden, echt naast in plaats van in. Vind je het gewoon heerlijk om je daar
jarenlang aan te ergeren en je superieur over te voelen? Of zeg je van, hier ga ik een punt van maken in onze relatie. Ik ga dit persoonlijk nemen, lik op stuk beleid. Kijk, wat ik niet snap. Als die sokken naast die wasmand liggen, dan moet je ze gewoon laten liggen. Ja, die van mij liggen er ook naast. Ja, maar dat is wel twee maanden nog. Ja, maar precies. Dan zijn er op een gegeven moment geen sokken meer. Op. Ja. Dan nieuwe sokken. Dan gaat het heel snel. Koopt de man nieuwe sokken op. Ja. Vrouwen pakken vaak dan letterlijk dan die sokken op en die gaan er dan misschien ook nog wel een beetje aan zeuren. Wat erger nog is, vrouwen, ik heb al 30 keer gezegd, sokken in de wasmand. Ja. En dan de ene laatste keer gebeurt het weer niet. En dan denk ik, moet ik dit soms persoonlijk nemen? Haat jij mij? Echt, ik heb al heel lang gezegd hoe belangrijk... Dat is dus typisch vrouwen. Ja. Onze relatie. Ik vind dat belangrijk en waarom heb jij dat niet voor mij over? Ja, en dan denken wij het Jullie sokken. Maken het gelijk zo persoonlijk. Mannen, dat is inderdaad en, een heel en groot En het is natuurlijk met opvoeding. Je hebt het ook over het houden van honden, het houden van kippen en dingen. Kijk, als je een hondje, die komt vaak als een pupje. Dus die kan je opvoeden. Maar een man komt vaker doorgaans binnen stap relatie. Stap hoger in. Wat later in. En ja, was het is natuurlijk een volwassen exemplaar. En je weet, als je een hond uit asiel haalt, een volwassen exemplaar... geen land mee te bezijden meestal. Ja, of je moet allemaal hondenfluisteraars daarom de kousen van deze wereld erop zetten. Dus ik denk dat uiteindelijk om een man nog op te voeden of te corrigeren... Ja, zou je hem toch eigenlijk als baby al een relatie... eigenlijk die baby's aan elkaar moeten koppelen. Nou ja, mijn eigen filosofie is veel gehoorde klacht van vrouwen over mannen. Dus met mannen kun je niet praten, want geen invoelingsvermogen. Nou, goed, toch? Ja, lekker bezig. Dat is geheel wederzijds. Maar dan denk ik, met katten kun je ook niet praten. En met katten kun je ook een hele volle relatie hebben. Dus ik zit ook niet thuis naar de katten kijken. Welke mannen luikt je dan thuis? Dus laat de man vooral de man. Ik heb ook het idee, dat bank hangen. Als een man thuis komt, die zit op de bank, gaat iets doen en is een half uurtje niet bereikbaar. Hebben jullie ook kinderen? Nee, ik heb een hekel aan kinderen. Ah, nou. Het houden van kinderen komt niet van mijn hand. Nee. En jouw man, vriend? Die heeft ook geen kinderen. Nee, maar dat komt op zich goed uit. Ja. Zou die het willen? We hebben het wel eens over. En hij heeft dan wel zo'n wens. Ja, ik zou wel kinderen willen. Maar denk niet met jou. Nou, dat is niet. Ik vind... Dat komt in jaar 12 van onze relatie. Nee, maar dan denk ik, oké, we wonen niet samen. Dus moeten we eerst samen wonen. Jij hebt geen rijbewijs. Ik vind dat we een auto moeten hebben. We moeten ruimte maken voor kinderen. En dan zie ik zijn blik zo afdwalen. Sorry, zeg jij dat dan, dat je een rijbewijs moet hebben? Of zegt hij dat? Ik zeg dat, want ik heb een rijbewijs en ik wil niet rijden. Dus ik vind dat wel iemand een rijbewijs moet hebben. Als je een kind hebt, die moet nu... kotsend naar het ziekenhuis, dan zegt de taxichauffeur, bel Uber. Geen kotsende kinderen in mijn taxi. Lijkt mij handig. Wat denk je over allemaal problemen nou, joh? Jeetje, joh. Dat zou ik echt... Maar dat is dus het fijne aan man ook. Ik hoop dat er ook in staat. Dat we ook heel makkelijk zijn. Dus stel dat Roel en ik nu ruzie hebben, dan slaan we elkaar één keer op de schouder en is het klaar. Dat is over die oudere man. Lekker. Over die verschillen gesproken, dat is een opvoeding. Ik heb twee kinderen. Daaruit zicht die verschillen nog... Ja? Enorm. Ja. Ik ben gewoon alweer zo'n man die gewoon met de kinderen uit huis gaat. En dan, oké, jongens, jas aan, we gaan. En dan halverwege kom je erachter dat je... Alles vergeten. Babydoekjes. Maar hebben ze daar allemaal minder leuke dag? Ja. Nee. Stel je voor dat wij hier het houden van vrouwen hadden gestaan. Dan was er misschien toch iets meer ophef. Nou ja, de mensen die zeggen dat het houden van mannen niet mag. Die zeggen dus, het houden van vrouwen kan ook niet. Dus mag het houden van mannen ook niet. Ik zou zeggen, wees blij dat er een bevolkingsgroep is die historisch en sociaal zo sterk in zijn schoenen staat... dat die naar dit omslag kijken en denken... het houden van mannen, dit is zo absurd. Dit moet wel humor zijn. Ja. Ja, en we hebben flink gelachen, toch? Ja, zo is het. Ja. Wij gaan het en het houden van mannen ligt ook nog eens in de winkel. Ik dank je zeer. Ik dank jullie allemaal. Het was een fijne bevrijdingsavond. Fijn weekend ook. Tot maandag.